Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Minecraft Snapshot video. Vandaag hebben we twee snapshots, want vorige week was ik ziek, dus heb ik gedacht: wat Weet je, ik doe volgende week, oftewel vandaag, ze allebei in één video. 24W, 12 en 13A, samen is het echt een grote nieuwe feature list waar we echt veel voor moeten bekijken. En weet je, vandaag wilde ik het graag een beetje in survival doen. Om een beetje de feeling te krijgen ermee. Het kan zijn dat ik eerst features laat zien van 13a en vervolgens terug naar 12a. Het gaat gewoon puur vandaag om de 1.21 features. 1.20.5 is nogal technical. Als je die dingetjes wilt zien, zou ik de artikels van de snapshots, zoals gewoonlijk weer, onder in de beschrijving zetten. Maar laten we beginnen. Dit wordt mijn huisje waar ik vandaag veel ga wezen. Ik heb even een cartographer gefixt hier. En ik ga hem even traden totdat hij een volgend level wordt. Want op deze manier, oh ik moet ook even glass Pains hebben. Op deze manier, als we hem twee keer hebben getraden en als het goed is, krijgen wij deze trades. Natuurlijk, de Ocean Explorer Map hadden we al gekregen. Maar hier staat nu de Trial Chambers Map bij. En daarna zie je de Explorer Map voor de Woodland Mansion. Niet weg gaan jij, want ik wil graag mijn Trial Chambers Map kopen. En dat is de allereerste feature. Die is van 12a. En als ik hem open, zie je mij nu staan. En dan zie ik toevallig al dat er eentje redelijk dichtbij is. In die hoek inderdaad. Dus we gaan er nu heen. Want we gaan eerst de nieuwe advancements checken. Oké, okay, het is ongeveer hier. En er is niet eens een rare staircase of zo generated. Dat is niet het geval. Was ik zo'n beetje hier zo. Ja, hier gaan staan. Ik denk dat ik hier op zich wel goed ben. En gewoon naar beneden gaan graven. Zullen we maar eens eventjes zien waar we uitkomen. En ik hoop niet middenin. De Trial Chamber. Oh my, yo! Ah, kijk, ik heb hem gevonden. Maar hier zit de ingang aan, of nee? Oh, dit is. Oh. Huh? Dit is een soort van ingang. Nou oh wel, laten we hier maar gaan naar binnen gaan dan. <laughs> en dan zie je inderdaad een nieuwe advancement: Minecraft Trials Edition. Stepfoot in een Trial Chamber. Nou, dat is leuk. Um, <laughs> dat is wel een leuke ingang, trouwens. <laughs> een soort zijingang. Oh, en daar hebben we weer iets nieuws. Maar ik wil eerst eventjes de normale ingang zoeken. Wat ik wel meteen kan laten zien is nog een advancement. Wax off. En gaat samen hier met lighten up. Oftewel, lighten up, scrape a copper bulb with an axe to make it brighter. En als je dus niet wax off hebt, dan rekent hij ook meteen mee. En als ik dan naar L ga en even naar adventure, dan zie je de eerste stap staan. Dat is hier inderdaad. Zie je vijf advancements. Oh nee, de balk is gespand. Oeh! Oké, okay, ik ga deze. Trial spanner proberen te. Verslaan. Dan is er natuurlijk een kans dat je een Trial Key krijgt. Oh! Ja! En we hebben we er meteen een Trial Key! Nou, dat is top. En met die Trial Key ja, kunnen we het volgende doen natuurlijk. Ik moet even een Vault vinden. Maar ik weet niet of deze kamer een Vault heeft. Nee? Ah, oh, is... oh, dat is er niet eens. Oké, okay. ik moet er eentje zoeken. Oh, en dit is een nieuwe kamer. Ja, dit is een nieuwe kamer. Dit is de kamer die ik bedoelde, die dan eigenlijk na de ingang komt. Hier hebben we namelijk nu een hoofd van een bepaalde soort mop. We hebben hier toevallig twee spiders. Maar dat kan wel verschillen in andere trial chambers. Wat het nut hiervan is, ik heb geen idee. Maar het oogt wel heel cool. En dan zijn we in het begin. Want hier wilde ik even zijn. Namelijk voor de volgende advancement. Oh, hij is verplaatst. Hij was eerst hier. Dat is een nieuwe verandering. Cool. De Trial Key gebruiken. Op een Vault. En krijgen we toevallig een nieuw item? Hm, misschien. Maar, dus. Under Lock and Key is Unlock a Vault with a Trial Key. Wat is mijn Loot? Nou, Honey Bottles. Uh, wat volgens mij. Arrows. Nog een arrow. Wat? lapis? Nee, Emerald was het. En. Channeling. Oeh. Wat overigens nu heel gaaf is, is dat. De Heavy Core is uit deze Loot Table van de Vault. En nu de trident te verkrijgen is. En dat is best wel gaaf. En hier hebben we dan een breeze spawner. Wat hier het lastigste aan is. Is de volgende advancement. Oh my god. Dit is veel te druk hier. Die advancement is redelijk lastig. Dus die laat ik gewoon even zien. Dat is namelijk deze. Kill a breeze with a deflected breeze shot wind charge. Ja. Succes daarmee. Het is return to sender en 50 keer lastiger. Dat we wel even jou killen. Dankjewel. Zo, we zijn even terug in ons huisje. En ik ga nu eventjes van mijn breeze rods wat windcharges maken. En als ik het goed time, kan ik iets behalen. Hè? Dat was hem niet? Oh, Oké. Okay. Wat dan de timing ervoor is. Want er is namelijk een advancement: Dat jij. use a windcharge to launch yourself upward 8 blocks. En voor mijn gevoel haal ik het redelijk. Wel. Oh, dat was hem. Let's go. Who needs rockets? Use a wind charge to launch yourself upwards 8 blocks. Ik heb mijzelf eventjes de mace gegeven. En de volgende wat heeft te maken dat jij deal 50 hearts of damage in a single hit using the mace. Oftewel, over overkill. Laten we hopen dat dit werkt. Paard? Eh. Uh... Let's go! Arbaard, maar over overkill hebben we gehaald. En misschien zag je het al, maar er is een kleine verandering aan hoe de mace werkt. Want als ik het nog een keer even probeer, moet je goed kijken in mijn omgeving. Ah, er is een nieuwe soort. particle effect. Zag dat overal om me heen? Dat was behoorlijk! In ieder van mees, jij komt later nog terug in de aflevering. De volgende advancement heeft te maken met de crafter. Wanneer de crafter iets speciaals doet. Namelijk, hier zie je de recipe. Dit. Crafters crafting crafters. Oftewel, be near a crafter in it crafts a crafter. crafter En dat waren alle nieuwe advancements van 12a. En we gaan nu terug naar de maze. Want er zijn enchantments toegevoegd voor de maze. Namelijk Breach van level 1 tot 4. Windburst van 1 tot 3. En density van 1 tot 5. Nou, wat doet Windburst? Windburst werkt zo. Je slaat. En je wordt in de lucht geschoten. Als ik dat dan goed time, kan ik dat achter elkaar doen. Dus al pak ik bijvoorbeeld even wat koeien. Wat meer koeien. Want als ik nu de koe nog een keer raak, van steeds hoger. Is hoe steeds hoger ik word omhoog geblazen. En hoe erger de belasting is voor de koeien eromheen. Dus dan doe ik het vanaf deze hoogte. En ik time het goed. Oké. Poging 2. Dat is behoorlijk. Maar de volgende. Enchantment is Breach. Ik heb daar net niet genoeg levels voor. Dus ik heb goed genoeg eventjes voorbereid voor. Wat paddels. Breach. Breach is eigenlijk een soort piercing. Maar dan voor de mace. Want deze enchantment. Doorbreekt armor 15% bij elke enchantment. Dus Breach 1 doet 15% armor negeren. Breach 2 doet dan 30%. Breach 3 45%. En Breach 4, oftewel degene die ik nu heb, negeert armor voor 60%. Dat is hevig. Die kan ik niet echt laten zien, maar de volgende wel. Density. Density 1 bijvoorbeeld, heeft per blok dat je valt een half hartje, oftewel 1 half point extra damage. Density 2 doet dus 2 half points meer per blok dat je valt. En ga zomaar door tot density 5, dat het dus 2,5 hartje in totaal, oftewel 5 half points meer damage doet per blok dat je valt. Dus... Een Iron Golem kunnen we redelijk snel killen. Ik ben nu 10 blokken hoog. Ik ga even wat proberen. De Iron Golem is nu al helemaal neer. Behoorlijk zerk, am I right? Wat dan wel is, is dat vroeger in de vorige snapshot, als je dus viel, met dus geen Advancement Density, dan deed het per blok dat je valt 2 half points damage. Dat is nu gereduced naar 1,5, zodat de... Density Enchantment. Dat ietsjes meer verbetert bij elke Density Enchantment level dat je gebruikt. Maar genoeg over de mace. We zijn nu bij een Pillager Outpost. En niet zomaar. Want we gaan eventjes een Pillager killen met een ominous Banner op zijn hoofd. We hebben Raak. We gaan eventjes deze Pillager Captain even killen. Wat niet zo moeilijk is nu. Want. Hij dropt iets compleets nieuws. En ga even neer. De ominous banner is natuurlijk wel gewoon. Maar een nieuwe potion. Genaamd de ominous bottle. En dan krijg jij bad omen. En inderdaad ik heb hem gekillt. Maar ik heb geen bad omen. Ba Hé hey, er is er nog één. Dat is wel een goed voorbeeld. Bad omen is nu optional. Je kan het zelf kiezen wanneer je het wil gebruiken. Door deze bottles die worden gedropt. Door de pillager captains. Hier is Bat Omen 1 bijvoorbeeld. En ik heb Bed Omen 3 gekregen. De... Nou, echt, het is een spanning weer. Ik heb bijvoorbeeld nu Bed Omen 5 gekregen. Dus je ziet het al aankomen. Elk Bed Omen level die je had, zit nu in een potion effect. Dus deze pillager Captain heeft een kans om Bed Omen 1 tot en met 5 te droppen in een bottle. Dus nu loop ik in een village en ik heb geen last van een raid. Maar het is ook een beetje veranderd. Ik wil even een bucket hebben. Want ik pak even wat melk erbij. Ik heb nu geen enkele bad omen effect. Al ga ik één bad omen drinken. Is waar jij hem gedronken hebt het midden van de raid. Dus hier gaan alle raid captains en raid dingen naartoe. Ik heb ook een soort nieuw particle effect zie je. Maar als ik snel ben voordat die 30 seconden afgelopen zijn, kan jij dit nog tegengaan met melk. Daar komt geen raid nu in de village. Er is nu 30 seconden voorbereid tijd voordat de raid echt start. Dus al dring ik dit even opnieuw maar dan met al bad omen 3, dan zie je eerst dit effect. Raid omen. En als we dan eventjes deze 30 seconden afwachten, dan start de raid. En iedereen wordt lijp. Maar de village kan het zelf al oplossen. Wij gaan nu met een nieuwe ominous bottle richting de Trial Chambers. Want dit is niet gewoon toegevoegd om Bad Omen wat beter te maken. Oh, daar zijn ze gespannen. Maar nee, dit heeft ook een nieuwe feature voor in de Trial Chambers. Want je hebt net al eerder in de aflevering vandaag een nieuw blok gezien. En dat heeft te maken met de ominous bottle. Oftewel ook Bad Omen. Al drink ik Bad Omen nu. En ik ben niet in de buurt van de village. Dan zie je dit effect, Bad Omen, net als door een Raid Omen voordat de Raid gestart werd. Dat duurt dus 1 uur en 40 minuten, wat hier ook bij staat. Er staat dus niet bij dat ik Bad Omen 5 heb, het is gewoon Bad Omen. Al gaan we nu richting de Trial Chambers, zullen er flinke nieuwe dingen veranderd zijn. Zo, ik ben weer in dezelfde ingang als net, en nu ga ik even weer naar binnen lopen. En ga goed opletten, er is nog niks aan de hand. Mijn Bad Omen is nog dus steeds Bad Omen. Maar als ik nu eventjes een Trial Spawner vind. en pas als hij mij letterlijk ziet. dan zal er iets veranderen. Met die hebben we Line of Sight. Laten we eens even naartoe lopen. Het is iets anders. Het geeft een blauw effect. En zoals je ziet spawnen er ook zombies. met Spinning Templates op hun armor. Je ziet natuurlijk dat ik. een nieuw effect heb: Trial Omen in plaats van Raid Omen. Deze spawner is nu adapted tot een Omenus Spawner. Maar oh, net op wel zijn armor trouwens. Dat is heel cool. En ik weet niet waar dat vandaan komt. Slow falling. Huh? Oké, okay, ik ben even helemaal gek. Deze trial spawner, oftewel de ominous spawner, is verslagen. Ik heb hier nu uit een potion of regeneration gekregen. Niet de laatste iets wat ik zoek. Dus ik ga nog even wat spawners af. Wat deze spawner trouwens doet, is dat als je hem al geactiveerd hebt... ...dan wordt hij gecanceld. Wordt het alles mobs gedespawned. En neemt de ominous spawner het allemaal over. Dus wanneer het de normale was. Allemaal worden weggehaald. Voor de plaats van een trial omen. De normale spawner. Oftewel deze. Die spawnt altijd twee mobs tegelijk. En de ominous spawner. Die spawnt er dan drie. Ah, oh, we zijn nu hier weer. En ook de cooldown van de spawners worden genegeerd. Als jij trial omen hebt. Dus als we nu naar die gaan. Want die hebben we verslagen. Dan zie je. Dat die weer wordt geactiveerd. En je ziet ook dat de spawner. Die spawnt potions. Zag je dat? Holy damn, dat zag er zo cool uit. Oh my god, we hebben. Oh god, dat is iets nieuws. Oh, dat. Oh. Kijk dat. We hebben nieuwe potion effects. Ik heb wind charge en oozing. Maar daar komen we straks op. Want dat is een hele nieuwe potion. Die we kunnen breeden. Hebben we er iets uitgekregen? Ja! We hebben het nieuwe item. De Ominous trial key. En nu gaan we snel hier weg voordat we doodgaan. Doei. Oh shit. Oh nee. Dit is ook weer een loot table voor de Ominous trial spawner. Die is iets anders dan de normale als je die verslaat. Wat het exact allemaal is, die loot table. Ik heb geen idee. Dus de ominous trial key is nu een mogelijkheid om te krijgen in plaats van de trial key. Dus niet allebei. Nu moet ik hier. Om ook zien te komen. Nu gaan wij eens eventjes naar dat nieuwe blokje wat we zagen. En deze is natuurlijk nu al op cooldown. Namelijk dit. We zijn bij een nieuwe... Vault. Dit is de Ominous Trial Vault. En hiermee kunnen wij deze Ominous Trial Key inleveren. En als we dat doen... Krijgen we een nieuwe loot. En enchant gold apple is, rare, is ultra rare loot. Bijvoorbeeld. En... Inventory is vol. Ik heb hier wat wind charges. Ik heb een crossbow met unbreaking 1. En behoorlijk wat items. Ik ga nu die andere even opzoeken. En die zagen wij hier. Ha, top! We leveren nu deze ominous trial key in. En beter krijgen we iets wat ik wil hebben. Kijk! We hebben hier nu de Flow Banner pattern. Maar ik zal even naar de site gaan om de exacte loot tables van dit te laten zien. Want die zijn dus wel duidelijk genoeg. Hier hebben we wat loot. Dat gaan we gewoon eventjes af. De trial chambers loot. The loot found within trial chambers vaults has been adjusted. Standard vaults will give slightly less items of high value, but also include the following changes. Ominous bottle 1 tot 2 can be found, oftewel bad omen effect 1 tot 2. Flow banner patterns, flow armor trim, smitting template, en heavy core can no longer be obtained. Guster banner pattern en bolt armor trim, smitting template, remain exclusive to the standard vaults. In heavy core's place, standard vaults will instead have a rare chance of providing a trident. Wat ik eerder al had verteld. Ominous vaults can provide some particularly valuable items, to mention a few. Ominous bottles, 3 tot en met 5, dus daar zijn de andere 3. Te Verkrijgen de enchanted golden apple die we net al zagen, de flow banner pattern en flow armor trim spinning Templates, Dus die andere twee wind burst breach en density enchantments voor de mace en de heavy core, dus die enchantments kun je hier krijgen, maar ook in de enchanting table. Trouwens, villagers verkopen trouwens niet die enchantments, nog in ieder geval. De loot ejected from trial spawners have been adjusted, it has now focused on providing higher quality of food more often to make. Replenishing between fights more safe. Ominous trial keys have a 30% chance of ejecting from a defeated ominous trial spawner. Replacing the usual 50% chance to eject trial keys. Dat was een hele mondvol, maar zeker heel interessant. Eerder in het gevecht, hier in replay. Kijk dat. Zagen wij nieuwe potion effects. En ja, er zijn vier nieuwe potions toegevoegd aan de game. Wij hebben vier nieuwe potions. We hebben de Potion of Wind Charge. De Potion of Weaving. De Potion of oozing En de Potion of Infestation. Dat is de naam. Ze hebben ook allemaal een connectie met de Trial Chambers, of course. Want dat is eigenlijk heel deze update. Als we snel even naar Creative gaan, zul je zien dat ze hier staan onderin naast de Slow Falling. staan ze alle vier? Ook als een Splash Potion en Lingering Potion helemaal onderaan. We pakken even een koel. En we geven het de Splash Potion of Wind Charging. Dan zie je dat. En het heeft ook een nieuwe soort. Status effect icon. Ja, dat is behoorlijk wat. Dus als we die nu gaan killen. Is er na de Dead Animation een Wind Burst? Dat hoorde dus ook elke keer toen wij die Balked aan het vechten waren. En zie je, het slaat je ook best wel ver weg. Dan hebben we een Splash Potion of Weaving. Heeft hij het? Hij heeft het niet, denk ik. Oh jawel. Want je ziet particle effects van een soort. Ja, is het? Copweb of zo? Al geef ik het mezelf, zie je ook weaving. We killen hem nu. En er is een kans dat er ergens kopweb wordt geplaatst. In dit geval waren, het er, waren het er drie. Drie. Drie kopweb in de buurt. Doe we het nog een keer. Dan zie jij geen kopweb. De kans is ook dat er niks spant van kopweb. Even nog een keer. En. Ja, dag. Dan hebben wij dus Plash Potion of Oozing. Oh, dit is het slime-particle-effect. Ik ook dan. En dit is de Status effect texture. Dus we gaan hem even killen. Dan spannen er slimes uit de gekilde mob. Vandaar dat we net slimes zagen in het gevecht. En er is trouwens altijd de kans als je de middelmatige. Vorm krijgt van de slime. Dus niet de grootste en niet de kleinste. Het is altijd de middelmatige. Zie je, Weer zijn middelmatige. We gaan even kijken naar de Windcharge Potion effect. Dat is een beetje zo'n Windswirl Potion particle. Del. En dan de laatste: Infestation. Die is wat lastiger. Dat heeft te maken met Silverfish. En als we hem nou killen. Is er een kans? Dat er een silverfish spawnt. Alleen die kans is volgens mij best wel klein. Dus wat ik doe is het volgende. Ja, kijk, hier hebben we nu silverfish. Dus de kans is heel klein. Maar de kans bestaat dus wel dat je silverfish hebt. En volgens mij werkt het ook bij zelf. Alleen dat weet ik niet. Ik denk aan van wel. Want het lijkt me raar als het niet bij zelf werkt. Maar goed, hoe maak je de vier potions? Oké, okay, we gaan even overal een waterbottle in doen. En we hebben in eerste instantie ook Netherwaard nodig. Dus we maken van alle waterbottles een Arcward Potion als het goed is. En ja, een Arcud Potion. Voor de potion of windcharging heb jij een Breeze rod nodig. Voor de potion of weaving heb jij een kopweb nodig. Voor de potion of oozing heb jij een slime blok nodig. En voor de potion of infestation of infestation heb <laughs> jij een block nodig. Dus best wel makkelijk om te maken zoals je ziet. Vind ik. Er is overigens geen mogelijkheid. Om het een redstone te geven, oftewel wat het langer duurt. Ook geen glowstone te geven, zodat je een volgende stage hebt, oftewel bij charging 2. Nee, er is allemaal maar 1, dus 1 level. Je kunt wel gunpowder geven om het dus een splash potion te maken en een lingering potion met dragon breath. Voor de paar laatste dingen ga ik de site even af voor de dingen die ik misschien gemist heb. Zoals de heavy core, can now be waterlocked, survives lava flows. Most efficient tool is nou de pickaxe, en adjusted destroy time and explosion resistance. En allemaal nieuwe datapack version dingen. Dus allemaal nieuwe triggers. Dit is voor 24w12a. Artikel staat onderin de beschrijving. Nieuwe loot tables. Dus dingen die je kan aanpassen daarvan. En een nieuw item stack component. Zodat je alles kan eten wat je bijvoorbeeld maar wil. Of een max stack size. Zoals slash give. Add pay. Diamond. En dan dat. Max stack size. 99. Dan moet ik wel 99 diamonds geven aan mezelf. Dan zie je dat ik 99 diamonds krijg. Wat ik normaal gesproken. Oeh, deze heeft ook die component trouwens. Dit is degene die ik gespaard heb met. Uh, dus de 99 stack size. Um, deze niet, dus dit is gewoon 64. En dit is 99. En trouwens, 99. Ja, dat is wel het limiet. Want als ik zet 100. Zie je, dan wordt dat gecanceld. Er zijn heel veel nieuwe tags toegevoegd. Voor bijvoorbeeld incorrect forward tool. Pigling Food, Fox Food, dus allemaal nieuwe food voor mobs. En heel veel bugs gefixt. In 24W13A hebben we alles wel gehad volgens mij. Naast de technical changes. Dingen voor de nieuwe chat. Ik zou zeggen, lees het als je het wil. New datapack version again, voor Minecraft equipment. Er zijn heel veel nieuwe dingen toegevoegd. Bijvoorbeeld immune to oozing, immune to infested. Want de slimes zijn immune voor oozing. Want die geven zelf al slimes. En de silverfish zijn al immune to de potion of infestation. En heel veel nieuwe andere dingen. Want er zijn ook nieuwe resource pack versions. Version 31. Added the following particle types. infested, item cobweb, small gust, raid omen, trial omen, trial spawner detection ominous en ominous spawning. En nog de added the following mob effect icon textures. Die we allemaal gezien hebben. En jawel, dat was dan de hele Nieuwe snapshot, oftewel 24W, 12 en 13A. Ondertussen is de village even aan het sterven van de raid van eerder. En ik zie jullie waarschijnlijk volgende week met een wat kleinere snapshot, want 13A is aangekondigd dat het voorlopig de laatste snapshot is voor de nieuwe features voor 1.21. Wat er gebeurt met de Armadillo en de Wolf, waarschijnlijk is dat nog steeds 1.20.5. Ik hoor ook al hier en daar dat het schijnbaar naar de 1.21 update gaat. Geen idee. Maar dit was het voor deze keer. Vond je het nou geweldig? Klik op het blauw duimpje omhoog. Want deze aflevering duurde behoorlijk lang om te maken. En ik zou zeggen, tot de volgende Minecraft-video. Later en joe. Doei, joe, joe.